Als ketenmanager van het Veiligheidshuis Almere vraag ik me af, hoe verbind je ketenpartners aan je veiligheidshuis? Ja, dat is een hele mooie vraag die verleidt tot een eenvoudig antwoord, maar helaas, eenvoudig is vaak niet simpel. Wat mee te maken heeft met samenwerkingsverbanden en ook met het Veiligheidshuis, is dat de partners meedoen en vooral moeten weten, ze raken snel enthousiast over de inhoud, maar het gaat vooral ook over de vorm. De vorm heeft te maken met hoe is het ontworpen, de samenwerking, wie heeft de coördinatie. En heel snel zit daar ook aan vast van, als ik daar dan aan meedoe, worden dan ook mijn problemen beantwoord. Komen daar antwoorden op en hoe gaat het met mijn inbreng? Maar ook de resultaten van het Veiligheidshuis. Op het moment dat we resultaat boeken met het Veiligheidshuis, kan ik dat dan ook terugbrengen naar mijn organisatie? Nou, dat zijn vaak de dilemma's die spelen en die maken niet of je wil verbonden raken met het Veiligheidshuis, maar ik denk eigenlijk nog belangrijker en ook voor jou als coördinator belangrijk, hoe hou ik mensen verbonden? Nou, dat is aan de orde. En wat ik ga doen in de workshop, ga ik het met name hebben over wat is nou de betekenis voor een organisatie en voor zijn medewerkers als ze het meedoen in zo'n samenwerkingsverband. Hoe zorgen organisaties er ook voor dat de mensen die ze naar die samenwerking sturen, dat die niet in de spagaat raken van enerzijds de belangen van de organisatie en anderzijds de vragen die uit de samenwerking komen. Nou, wil je daar meer over weten? Wees welkom.